verjaardag van onze reus Jas de Keistamper. Jas die 65 is geworden op 30 april. Hebben we heel kort een beetje aandacht aangegeven, maar wij vonden dat we bij zo'n herfstsfeer zoals we die hier nu op de markt hebben, met allerlei kraampjes die u ook zeker moet gaan bezoeken. Wij vonden dat de verjaardag van Jas daar heel erg goed in paste. En we hebben ook gevraagd aan nogal wat reuzengezelschappen uit Nederland om hierbij aanwezig te zijn. Goedemiddag, burgemeester. Want wij gaan een feest vieren. Ja, ja, en Christel, kom er maar even bij. Dat mag wel. We vieren feest vandaag. Kom maar. We weten dat je dat niet zo heel erg geweldig vindt. Maar op een feest, zoals dit moet dat gewoon kunnen. Goed. Ja, het feest kan niet beginnen zonder onze Jas. En ik kan roepen wat ik wil, maar Jas zal niet komen. Jas verschijnt alleen in Boxtel op bevel bijna van onze burgemeester. En daar heeft hij een speciale oproep voor. Nou, en dan hopen we dat Jas hier gaat verschijnen en dat we met het officiële programma kunnen beginnen. Ik geef jou graag de microfoon. Ja, het is zeker geen bevel wat ik Jas geef, dat zou ik niet durven. Want dan krijg ik ze gelijk breed uitgemeten, denk ik, van Jas. Nee, het is meer een roep in de vraag of hij vandaag hier zou willen komen. En dat ga ik nu doen. En dan zeg ik, Jas! Jas! Wat ben je? Jas! Wat ben je? Dag Jas! Dag Hanne. Jas, ik stel voor dat je even onze burgemeester toch op zijn minst even een hand komt geven. Dat moet toch wel lukken. Zo. En ja, Jas, we hebben een geweldig feest voor jou bedacht. En dat feest, dan gaan we aan de zijkant van dit geweldige gemeentehuis gaan we dat vieren. Natuurlijk een welkom aan onze burgemeester, meneer Buijs. Zijn gasten, burgemeester onder andere uit Geelze, afvaardiging uit Oosterwijk. Hartelijk welkom. En natuurlijk ook een welkom aan al dat keistampersvolk wat zich hier verzameld heeft om mee de verjaardag van Jas te gaan vieren. Daar wil ik graag onze burgemeester voor uitnodigen. Voor het kokpoortje. Tot onze jarige Jas en natuurlijk tot al die genodigden en de keistampersvolk. Alsjeblieft.
Dankjewel, Paul. Ja, iedereen van harte welkom vandaag hier. Want we hebben vandaag een bijzondere gebeurtenis. En dat is de 65ste verjaardag van onze Jas. En wie denkt dat onze Jas met zijn 65ste verjaardag met pensioen gaat, die heeft het helemaal mis. Want als wij nog eens even met z'n allen terugpakken naar de oorsprong van Jas, dan weten we dat Jas hier in 1949 op de markt verschenen is. Dat is gebeurd na de oorlog, toen Boksel in puin lag, mensen leden onder de armoede, is deze stratenmaker, en die oorsprong zal ik u daar ook nog even vertellen, bij ons op de markt gekomen om ons te vertellen dat we niet bij de pakken neer moeten zitten, dat we strijdlustig moeten zijn, dat we de zaken weer op moeten pakken en dat we door moeten gaan. Daar is Jas met zijn grote handen het symbool van. Die grote handen van Jas is niet alleen symbool voor het doorgaan, maar is ook symbool voor alle u van u hier uit Boksel. Die grote handen betekent dat er hier in Boksel gewerkt wordt en hard gewerkt. En dat weet ik en dat heb ik ervaren sinds die anderhalf jaar dat ik hier ben. En ik wil u er allen een heel groot compliment voor geven. Ik wil graag dat u een groot applaus voor hun allemaal geeft, want anders was Jas vandaag geen 65 jaar geworden. Jas is namelijk de stratenmaker. En de stratenmaker vindt zijn oorsprong in 1393, toen Boksel als eerste hier in Brabant zo'n beetje een verharde weg aanlegde. Dat was trouwens wel vooruitzien, want die verharde weg is nu de A2 geworden, hè, jongens. Dus wat dat betreft is Boksel wel een vooruitziende plek. Ook is bekend dat Jas eigenlijk nog geen bokselaar is. Ja, hij verbeeldt Boksel, maar is nog geen bokselaar. En dat gaan we vandaag ook regelen en daar zullen we straks een ceremonie voor gaan houden. Nou, mooi om te noemen nog, en dat is het laatste wat ik zeg, is dat Jas dit jaar op de lijst van de UNESCO immaterieel cultureel erfgoed is opgenomen. Ja, een applaus. Een applaus. Heden, 5 oktober 2014, verschenen voor mij de heer Mark Buys in mijn functie als burgemeester van de gemeente Boksel en tevens als vertegenwoordiger van de gehele Bokselse bevolking. Jas de Keijenstamper, geboren 30 april 1949 te Boksel, woonachtig al hier achter een donkere wolk, en Hanne Middenmoor, geboren op 30 april 2009 te Boksel, woonachtig al hier. De stichting Boksels Vooruit verzoekt aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Boksel om vandaag de dato 5 oktober 2014 Jas de Keijenstamper en Hanne Middenmoor met terugwerkende kracht tot hun dag van geboorte officieel in te schrijven in het geboorteregister en daarmee ook in het gemeentelijke basisadministratie, GBA. Zodat zij als ingezetenen van de gemeente Boksel in voorkomende gevallen hun rechten op diverse overheidsvoorzieningen kunnen doen gelden en derhalve ook de reuze traditie gestand doen. AOW bijvoorbeeld, ja. In aanwezigheid van een grote vertegenwoordiging van het Bokstelse keierstampersvolk en veel buitenraadse gasten, waaronder vertegenwoordigers van reuze gezelschappen uit de gemeente Maastricht, Roermond, Tilburg, Gilserijen, Heel Varrenbeek, Oosterwijk, Woenseradeel en Bergen op Zoom, evenals hoogwaardigheidsbekleders uit voorgenoemde gemeenten en onder toeziende getuigenis van de Bergse stadsreuzen, welkom, van de Bergse stadsreuzen en Carolien Rijmakers, oud-voorzitter van hun reuzengilde. En Theo, bedankt, Theo van de Akermensen die net getekend heeft uit Boksel, enkele decennia lang geestelijk vader geweest van Jas. Verklaar ik burgemeester Mark Buys van de gemeente Boksel heden de dato 5 oktober 2014 door ondertekening van dit document dat Jas de Keijenstamper, geboren 30 april 1949 te Boksel, woonachtig al hier achter een donkere wolk, en Hanne Middenmoor, geboren op 30 april 2009 te Boksel, woonachtig al hier, officieel te hebben ingeschreven in het geboorteregister en daarmee ook in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Boksel. Boksel de dato 5 oktober 2014 namens het college van burgemeesters en wethouders van Boksel, ondergetekende Mark Buys, en ik zal gelijk even een handtekening zetten.
wij beter uit kunnen nodigen als getuigen van deze geweldige gebeurtenis. Carolien Rijmakers uit Bergen op Zoom. Zou ik nog een keertje krom gaan staan? Ja, en natuurlijk Theo van der Aken. Hij heeft het gehoord. In deze akte, Theo, sta jij ook als getuige. We hadden geen betere getuige kunnen vinden. Jij bent toch decennia lang degene geweest die met Jas en zijn gevolg op jou is geweest. Geestelijk vader geweest, jarenlang. Maar ook de stem van Jas zo lang vertolkt heeft. Dus wij vinden het heel fijn dat jij erbij bent. En dat jij vandaag ook deze oorkonde wil tekenen. We hebben dat al eerder gedaan, dat de burgemeester op de rug een handtekening te zetten. Zie je wel. Ja, ze kunnen mijn rug op. Dankjewel. Nou, bij deze zijn Jas en Hanne dan officieel ingeschreven. Het langs onze leven heeft al geklonken. Het hiep-hiep-hoera hebben we niet gedaan, want toen zat ik er gelijk tussendoor. Dat doen we nu even. Drie keer. Hiep-hiep. 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 Mijn god. Wat mooi hoor het toch allemaal hier aan mijn adres. Ik ben er helemaal beduust van. Als enige sprekende reus van Nederland. En dan zo lang we mond moeten houden. Het viel niet mee, Paul, het viel niet mee. Maar, ik ben blij. Ik ben blij, reuze blij, burgemeester. En ik kijk mijn ogen uit. Je hebt nogal mensen opgetrommeld voor mijn verjaardagsfeestje. Welkom allemaal natuurlijk. Alweer het derde weekend op rij barst ons dorp uit zijn voegen van activiteiten. Man, oh man, wat is er veel te doen in Boksel. En de meute mag klagen. Er kan niks. Er gebeurt niks. Natuurlijk, er kan nog heel veel meer. En bitter. Maar daar wordt al volop over nagedacht. Ik hoor dat je nou echt werk gaat maken van je cultuurhistorische as tussen kasteel Stapelen en de Petrusbasiliek. Maar het is toch niet zo dat die kindercupjes uit de burgerhekken worden gehold zoals in Boksel worden gefluisterd? Burgemeester, kijk maar aan en beloof dat je die basaltkei op tijd in het zaad legt. Voor blijven we anders met ons Bokselse keienstampers traditie. En weten we, als je toch bezig bent met herinrichting, gebruik die oude kindercupjes die je vorig jaar uit het Brukkelsplein hebt gehaald, maar als bestrating voor de Kruisstraat en het Kerkstrandje. Je zult die kei toch nog wel ergens hebben liggen, zeker? Afijn, is dat voor weer muziek? Vinden jullie ook niet? Meneer Jans Bent, de keiknoepers, geen oude innige echte keistampers, maar speulen. En natuurlijk dansen we de keigoedjes mee op de maat van de muziek. Met name voor bokstelaren van mijn leeftijd en ouder. Wilde toch alsjeblieft beloven, burgemeester, dat er iemand overblijft die mijn reuzenkont kan wazen als ik daar stram en stijf geworden niet meer zelf kan? Ja, 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 wees maar nog Hanne. Die staat al klaar met haar kitteltje water. Maar zij blijft voorlopig nog van mijn lijf af.
Het is kokend water, hoor. Beste mensen, ik praat niet al te lang vandaag. Er is al genoeg gezien. Het is tijd om te gaan visten. Hopelijk doe dat allemaal mee. Maar voordat ik een rondje langs mijn reuze vrienden ga maken, wil ik toch onderstrepen dat ik er verguld mee ben. De Hanne en ik nou officieel staan ingeschreven in het bevolkingsregister. Mijn keistampershart gaat er nog sneller door kloppen. En de adrenaline giert door mijn reuzenooiers. Ik ben dan wel 65. En jullie hier beneden maakt toen maar druk over het verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd. Nou, die geldt bij ons reuzen niet hoor. We die gewoon deur totdat we er beneden van. Zoals het echte Bokselse keienstampers allemaal doen. En dat voorbeeld wil ik graag blijven geven. Op aan de jeugd. Alla, kom houden hoor. Maak er een schone dag van vandaag. Ik trakteer. Op mooi weer. Eén van de bladzijden uit het boek wat gemaakt gaat worden door Marjolein. Ik krijg er zo uit dat dit er is. Oh! Kleurig op, vrouw. Hartstikke schoon. Ja, Jas, één van de pagina's uit het prentenboek. Een geweldige taart. Ter gelegenheid van jouw 65ste verjaardag. No. Daar wordt smikkelen. Daar wordt smullen. Mijn eigen Bokselse harmonie, ik mag toch niet veel mooier worden. Mooie Jas. Zien we elkaar op Koninginnedag? Zeker. En hier zeker. Nou weer, het is toch wat. Ja. Leg hem hier neer Jas, kun je hem daar lekker op eten. Alsjeblieft. Ja. Kun je dat altijd zo is? Ja, dat weet ik ook niet.
Ja, hij is heerlijk. Het was fijn om mee te lekker, hè? Ja, dat weet ik wel. Wie is dit? Maar kijk eens hier. Ergens, de afval moet er ergens in doen. Ja. Zo. Hij kan wel bukken. Dat past wel. Nou, nou, nou. Zo, wat mooi zeg. Lekker man. Wel mooi.
een moeilijk proces om zo samen te komen? Nee, stap voor stap. Ik heb heel veel oude Brabanders allemaal van jaar 1970 geïnterviewd. Heb je niet elke dag? Dank je wel.